De Nederlandse koning Willem-Alexander heeft gisteren een exemplaar van de Bijbel in het Sranang ontvangen. Op Paleis Noordeinde heeft een delegatie van het Nederlandse en het Surinaams Bijbelgenootschap de Bijbel aan de koning overhandigd. De twee genootschappen werken op een aantal gebieden samen. Zo kwam ook de Bijbel in het Sranang tot stand. Dit heilige boek is aan de koning overhandigd om het Sranang ook in Nederland te introduceren. Het Nederlandse staatshoofd sprak met de delegatie over de betekenis van de migrantenkerk in Nederland. Koning Willem-Alexander is beschermheer van het Nederlandse Bijbelgenootschap.